De doelpunten van Halvar Thoresen kennen we nog allemaal. Nu hoopt hij talenten te gaan scouten in Noorwegen voor PSV. Ik weet waar de talenten zitten in Scandinavië en er zijn spelers die hier mee kunnen en een goede carrière kunnen maken. Alleen je moet op de juiste manier benaderen. Dan krijg je de beste spelers. Ja. Heb je ook een contact met Huub Stevens daarover? Huub heb ik, nou daarover niet, maar Huub heb ik ook regelmatig gesproken. Veel Nederlanders bellen mij altijd op over Noorse en Scandinavische spelers. En onder andere Huub heb ik vrij regelmatig contact mee gehad. Want PSV heeft in Noorwegen ook een hele goede naam als het gaat om de start van een internationale carrière? PSV heeft een goede naam in heel Scandinavië. Om Scandinavische spelers hebt goede carrières gemaakt hier. Ik als Noor, veel Zweden en ook Denen. Dus PSV heeft een ontzettend goede naam. Thoresen was deze dagen in Nederland en kreeg een boek over het succesjaar 1988. Daar waar hij slechts een klein deel speelde. Maar wel nog scoorde, zoals hier tegen FC Den Bosch. Daarna haakte hij af met een zware blessure. Het betekende het einde van zijn carrière, die wel mooi was. Lokhoff, in de diepte kan Gullit aangespeeld worden. En daar is ineens de kans en het doelpunt van Thoresen. Zo uit de lucht, ondanks de duw in de rug, is het in de 8e minuut. Ondanks die blessures kende hij vele hoogtepunten in Eindhoven. Maar vooral natuurlijk die 3 jaren met kampioen in 86, 87 en... En 88 natuurlijk, toen was ik geblesseerd, dus daar heb ik niet zo'n goede herinnering aan. Hoe jammer is dat, dat je uitgerekend in dat grote succesjaar, PSV werd kampioen, won de beker, won de Europa Cup 1, dat je geblesseerd raakte en ja, nauwelijks meer aan voetballen toekwam? Nou, op dat moment voelde ik het heel erg, maar ik ben er natuurlijk overheen gekomen en nu ben ik alleen maar blij dat PSV alles gewonnen heeft natuurlijk. Maar toen was het moeilijk, ja. Hoe zeer zit die periode, jouw jaren bij PSV, in hoeverre zitten die in jouw gedachten? Nou, dit was mijn beste periode als voetballer en dat denk ik regelmatig aan en ik spreek daar ook regelmatig over. En ik heb nog goede vrienden overgehouden van die tijd en dus dat was een heel belangrijke periode van mijn leven. Ja. Met wie heb je nog contact? Nou, bijvoorbeeld Adrie Koster, die is nu bij de Feyenoord natuurlijk, maar straks misschien bij PSV. En Michel Valken. Ik zie ook Frank Arnesen nog wel eens. En Adrie van Kraai, Jan Reker heb ik ook net gesproken. Maar ik voel dat er veel vrienden zijn hier nu ik hier terug ben. Aan de andere kant, Thoresen is helemaal vrij, die moet scoren. Ja, 1-0 PSV. 29e minuut van de tweede helft.